De vierde tip is om... Hallo allemaal, welkom bij weer mijn nieuwe video. Zoals jullie vorige week misschien al hebben gezien, ga ik het vandaag hebben over plannen. Voor de mensen die me kennen, die denken waarschijnlijk, Amber, waarom maak je een video over plannen? Je kan helemaal niet plannen. Het zit dus zo, op het HBO kan je aan verschillende competenties werken. En je hebt dus een keuze om of aan de competentie te werken waar je goed in bent en daar beter in te worden. Maar je kan ook kiezen om een competentie te verbeteren waar je nog niet zo goed in bent. Dus dat is wat ik gedaan heb. Ik heb me heel erg verdiept in hoe je het beste plant. Voor mij werkt dit systeem werkt heel goed. Dus ik heb 5 tips voor je over het opstellen van een planning. En daarna laat ik precies zien hoe ik mijn planning maak. Als je Julian's video over plannen hebt gekeken, dan zal tip 1 je waarschijnlijk heel bekend voorkomen. En dat is om een centrale agenda te maken. En het is daarbij ook belangrijk dat je een agenda vindt die bij je past. Ik zal even laten zien. Ik heb bijvoorbeeld zo'n planner. Dit is gewoon een normale basic planner van de HEMA. En dit is eigenlijk een weekplanner. En wat ik nu heel fijn vind om te doen, is om een planning te maken op mijn laptop. En die synchroniseert dan ook meteen met mijn telefoon. Dus dat vind ik heel fijn. Tip 2 is om er rekening mee te houden bij het maken van een planning dat alles meer tijd kost dan je denkt. Tip 3 is om niet te veel op één dag te plannen. Dit werkt namelijk heel demotiverend. Als jij denkt, oh, ik heb zoveel te doen, dan stel je het heel erg uit. Als je iets minder te doen hebt en het over meerdere dagen verdeelt, dan werkt het motiverender en dan lukt het makkelijker om daadwerkelijk de dingen te doen die je moet doen. De 4e tip is om rekening te houden voor onverwachte situaties. En tip 5 sluit daar een beetje op aan. En dat is om te zorgen dat je een inhaaldag plant. Als je een inhaaldag hebt, betekent dat dat als je achterloopt, dat je dan weer kan bijwerken. En dat je de rest van de week gewoon nog je planning goed bij kan houden. Dan zal ik jullie nu vertellen hoe ik zelf een planning maak. Ik begin altijd met stap 1 en dat is om een to-do-list te maken. Alles wat ik denk, oh, dit moet ik doen, dat moet ik doen, alles gaat gewoon op papier. En dat maakt niet uit of het is mijn bedden goed verschonen of mijn was doen. Of mijn boodschappen of een vervangende opdracht of een gewone opdracht. Alles gaat in. Als je dat doet, dan krijg je rust in je hoofd, waardoor je makkelijker kan plannen. De 2e stap is om voor school een overzicht te maken van alle deadlines. Dus ik heb zelf nu een planning gemaakt met alle deadlines die ik nu nog moet doen. Alle verslagen, alle opdrachten en welke datum die ingeleverd moeten worden. En die zet ik als eerste in mijn planning. Zoals je kan zien, heb ik die hier ook op staan en die zijn dan met roze gemarkeerd. Dan kan je vervolgens dus je planning of je agenda gaan invullen. Ik begin meestal eerst met het inplannen van school. Daarna plan ik mijn werk in. Dan plan ik eventueel sport en huishouden. En dan kijk ik of ik nog tijd over heb. Waar ik tijd over heb, daar spreek ik nog met vrienden af. En dan doe ik nog mijn privéafspraken. Dit kan je natuurlijk ook gewoon in een andere volgorde doen. Maar dit is de volgorde die voor mij het beste werkt. Daarna wordt het tijd om al je to-do-lists in te plannen. Dus stel je bijvoorbeeld erop staan dat je nog je koffer in moet pakken. Dan plan je die in. Als je die to-do's ook hebt ingepland, dan is het belangrijk om een moment in te plannen waarin je gaat plannen. Want plannen kost ook gewoon tijd. Als ik merk dat ik in de laatste week van de maand zit, dan plan ik meestal de volgende maand vooruit. Ik heb nu voor de volgende maand ook alvast wat dingetjes opstaan, maar daar heb ik nog niet zoveel te doen. Maar daar kan ik dan ook meteen invullen. En deze planning werk ik dus iedere week bij. En die controleer ik dan ook met de planning van mijn telefoon, zodat het ook allemaal klopt. En dan heb ik een dubbele check voor mezelf. Maar dat is dus de laatste stap. Als je je planning af hebt, zorg dan dat je hem even controleert bij een andere planning. Dus ik maak hem en op papier en in mijn telefoon. En meestal zorg ik ervoor dat ik die in mijn telefoon nog naloop langs mijn agenda van mijn werk, langs mijn schoolrooster, langs mijn to-do-list of alles erop staat. Dan check ik die nog een keer met mijn planner op papier. En dan weet ik dat ik alles heb. En het belangrijkste van allemaal, als je een planning maakt, hou je er dan ook aan. Het maakt niet heel veel uit hoe je plant. Ik doe het op deze manier, iemand anders doet het weer op een hele andere manier. Dit waren mijn tips en hoe ik mijn planning maak. Misschien heb je hele andere ideeën, laat die dan vooral hieronder achter. Ik hoop dat jullie heel veel gehad hebben aan deze video. Hier kan je nog even Julian's video bekijken over plannen. Die heeft ook nog wat andere tips. Hier kan je nog heel eventjes kijken naar mijn laatste video over uitstelgedrag. Hier kan je abonneren. En graag zie ik jullie volgende week maandag om 4 uur weer terug. Tot dan! Doeg!